Hoi en superleuk dat je kijkt naar het Jeugdjournaal. We gaan het vandaag hebben over voorlezen in de Bieb Losser, leuke avonden voor meiden in Losser, proeflessen judo. Voorlezen in de Bieb Losser. In het kader van de Nationale Voorleesdagen wordt op woensdag 2 februari om 3 uur het beste prentenboek van 2022, Maar eerst ving ik een monster, voorgelezen aan kinderen tot 6 jaar in de bibliotheek Losser. Ook zijn ze deze hele week op alle basisscholen en kinderdagverblijven in de gemeente Losser te vinden. Kinderen kunnen gratis lid worden van de Bieb. Schrijf je kind in als lid tijdens de Nationale Voorleesdagen, dan ontvangt je kind het superleuke vingerpoppetje Monster. Van 26 januari tot en met 5 februari 2022 vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. In deze periode staan prenten en voorleesboeken volop in de aandacht, met als doel het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Leuke avonden voor meiden in Losser. Jeugdsupport Fundament start vanaf 7 februari met een meidenavond speciaal voor meiden vanaf 12 jaar. Het wordt een avond gevuld met leuke activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan samen koken of bakken, creatief bezig zijn, films kijken of samen sporten. Ook wordt er heel wat afgekletst op deze meidenavonden. Alles kan en mag worden besproken. Of het nu gaat om de laatste mode, die leuke jongen bij jou in de klas, of onzekerheden waar we allemaal wel eens tegenaan lopen. Tijdens deze avonden is er altijd een luisterend oor. Het begint op maandag 7 februari van 6 tot 8:30 s'avonds in het Lossershoes Raadhuisplein 1 bij de ingang van het politiebureau. Klinkt dit als iets voor jou? Kom dan gezellig binnenlopen. Vanaf 6 uur staat de thee voor je klaar. Om 6:30 beginnen ze met de activiteiten. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Joyce Hollander via telefoonnummer 06-8335-9856 of mail naar j.hollander@fundamentlosser.nl. Proeflessen judo. Op zaterdag 29 januari en 5 februari 2022 zijn er bij Judo Losser proeflessen judo. Voor de jongsten van 4 en 5 jaar zijn de lessen berenjudo van 9 tot 9:45 's ochtends. Jongens of meisjes van 6, 7 of 8 jaar kunnen vanaf 10 tot 11 uur 2 keer een proefles meedoen. Ben je ouder, dan kun je een proefles aanvragen en krijg je van ons bericht in welke lesgroep je het beste kunt starten. De lessen zijn speels van opzet. Via allerlei spelvormen wordt er gewerkt aan snelheid, kracht, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie door te rollen, vallen, springen, balanceren en klauteren. Ook is er aandacht voor sociale aspecten, zoals samenwerken, winnen en verliezen, zelfbeheersing, luisteren naar anderen en voor jezelf opkomen. Aanmelden kan voor de proeflessen door een mail te sturen naar info@iederlosser.nl met je naam, leeftijd en geslacht. Super bedankt voor het kijken naar het Jeugdjournaal. Wil jij nog graag iets zien in Jeugdtalk? Mail dan naar nieuws@rtv-losser.nl. En tot de volgende keer!